naar deze nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb vandaag voor jullie een naked shop vlog. En niet zomaar een naked shop vlog, want ik heb de items niet zelf uitgekozen. Maar dat heeft Milan voor mij gedaan. Voor de mensen die niet weten wie Milan is mijn vriendje. Hij kon er helaas vandaag niet zelf bij zijn met het filmen, omdat hij moet heel de week werken. En ik had alleen maar vandaag tijd om het te filmen. Dus ik dacht, nou, ik doe het wel met eentje. En dan een volgende keer komt hij er gewoon gezellig bij zitten. En doen we dit gewoon nog een keertje, als jullie het natuurlijk leuk vinden. Ik weet dus totaal niet wat Milan heeft besteld. Ik heb de zak wel stiekem al een beetje opengemaakt om een beetje te kijken. Maar hij heeft dus alles uitgekozen en doorgestuurd naar Naked. En ja, ik heb er verder geen inspraken over gehad en zo. Dus ik ben echt ontzettend benieuwd wat hij voor mij heeft besteld en waar hij mij het liefst in ziet. En ik dacht, hoe leuk is dat om op camera met jullie te openen, te kijken wat Musen meisjeskledingstijl is. Dus laten we maar snel beginnen. Ook heb ik nog een kortingscode voor jullie, die zal ik in de beschrijving zetten. En alle linkjes van de items zal ik ook in de beschrijving zetten. En laten we dan maar snel beginnen. Ik had de zak dus al opengemaakt en ik zag gelijk iets heel erg leuks. En dat is namelijk een jas. Ik hou echt heel erg van jassen en dat weet nieuw. En dit ziet eruit als een hele leuke jas. Ik heb wel van tevoren mijn maat aan hem doorgegeven. Want ik dacht, ja, als hij moet gaan beslissen welke maat ik heb, dan kom ik waarschijnlijk met of een veel te kleine maat of een veel te grote maat. Dus ik heb wel mijn maat aan hem gegeven. Maar voor de rest heeft hij alles zelf uitgekozen. Waaronder dus deze jas. En ik vind er oprecht echt fucking leuk uitzien. Oh, sorry. Heel leuk uitzien. Het is in een maatje 32, want ik vind dat Naked altijd echt bizar groot valt. Echt niet normaal. En het is een beetje, ja, heel veel mensen hebben van dit spul ook een bank. Het is misschien een beetje gek uitleg, maar is dat misschien wel wat ik bedoel? Hij heeft zwarte knopen. Oh, wat, het is echt een hele lange jas. Het is zo'n manteljas. Ik vind deze echt oprecht heel leuk. Dat heeft hij goed gedaan. Even kijken, aan de achterkant heeft hij ook een split. En aan de voorkant gaat hij gewoon dicht met knopen. Hij heeft 4 knopen. Hij heeft ook nog 2 zakken. Ja, die zijn echt. Ja, ik vind dit echt oprecht een hele leuke jas. Hij voelt wel een beetje hard aan. Ik weet niet of je dat hoort. Een beetje krokant of zo voelt hij aan. Maar ik ben heel benieuwd of deze gaat passen. Hier ben ik in ieder geval al heel blij mee. Dit is de jas. En ik ben echt heel erg blij dat Miumi 32 heeft besteld. Want hij zit echt perfect. Ook zitten er 2 zakken. Dat vind ik ook echt heel erg chill. Want ik haat het echt als een jas geen zakken heeft. Aan de achterkant zit er ook een split zoals je kunt zien. Dat is vaak makkelijk als je bijvoorbeeld moet fietsen of op de scooter stapt of iets. Dus ja. Dus dit is dus de jas. Ik ben er echt onwijs blij mee. En dit heeft Miu heel goed uitgekozen. Oké, dan het volgende item uit de zak. En ik ga er gewoon iets uit grabbelen. Iets rozes. Ik wist niet dat Miu van roze hield. Het is een trui en deze trui heb ik wel eens gehad. Alleen, nu is hij zo te zien met de V-hals aan de voorkant. Want ik had hem altijd met de V-hals op de achterkant. Maar hij is nu dus aan de voorkant. Hij heeft deze besteld in een XXS. En het is zo'n lichte roze kleurtje. Ik vind het wel echt een hele mooie kleur. Zo, dat heeft hij ook weer goed gedaan. Ja, deze vind ik echt oprecht heel leuk. Bijvoorbeeld met een mooie zwarte broek of zo. En met Isabel Marantz eronder. En dan, wie weet, deze jas eroverheen. Is dat best wel mooi, die kleurtjes. Truien zijn natuurlijk altijd welkom, dus hier ben ik echt heel blij mee. Ik vind de trui van Naked sowieso altijd super chill, dus hier ben ik echt onwijs blij mee. En het wordt natuurlijk weer bijna herfst, winter. Het is al niet meer zo warm in Nederland, dus truien zijn altijd welkom. En met deze ben ik heel erg blij, want ik hou echt van gekleurde truien en lichte truien. Ik zei toevallig in mijn vorige weekvlog nog dat ik echt beige, lichtroze, lichtblauwe truien echt heel mooi vind. Dus dat heeft hij goed gedaan. Dan is dit de roze trui. En ook deze maat zit weer echt perfect. Zoals ik dus al zei, Naked valt gewoon echt heel erg groot. Dus ik bestel altijd een maatje kleiner bij Naked. Mouwen zitten echt weer perfect. Ik vind de kleur heel mooi. Ik vind deze kleur ook heel mooi met gouden sieraden. Dus ja, ik ben wel echt heel erg blij dat hij deze kleur heeft gekozen. Hij is wel ietsjes langer. Maar ik vind het altijd leuker om hem een beetje zo poofy aan de onderkant te doen. Ik vind de V-hals echt heel mooi. Zoals ik al zei, heb ik deze trui dus ook ooit in een andere kleur gehad. Maar daar zat de V-hals op je rug. Maar in principe kan je deze bijvoorbeeld dus ook gewoon omdraaien. Heb je ook de V-hals op je rug. Maar met deze trui ben ik echt heel erg blij. We gaan verder met het grabbelen. Een zwart item. In een maat XS. Lekker basic, maar daar hou ik wel van op zich. Het is een zwarte top met lange mouwen. Het heeft een beetje, ik weet niet of je dat op camera kunt zien, maar het heeft zo'n ripstofje. En volgens mij valt hij een beetje vierkant aan de bovenkant, althans zo lijkt het.
Hij ziet er wel echt heel klein uit. Dus ik ben blij dat hij deze in een XS heeft gekozen en niet in een XXS. Lekker basic. Ja, ik moet voor school en stage altijd zwart dragen. Dus hier ben ik ook wel heel erg blij mee. Want dan heb ik weer even een zwart extra lange mouwen t-shirt voor de winter straks. Want ik moet echt 3 dagen in de week iets zwarts aan. Dus dit komt altijd wel van pas. Dus ja, ik ben heel benieuwd of deze gaat passen. Want hij ziet er wel echt heel klein uit. Dit is de zwarte top. Die vind ik op zich best wel mooi. Alleen hij zit echt best wel strak bij mijn armen. Terwijl het een XS is. Dus dat is er echt heel erg raar van naked. Want normaal vind ik ze dus altijd heel groot vallen. En nu vind ik hem best wel weer klein vallen. Want ik heb normaal gesproken altijd een XS. Hij is ook een beetje cropped. Want deze broek komt zoals je ziet ongeveer tot aan mijn navel. En ja, dit shirtje ook. Ik weet niet, ik voel me in dit soort t-shirtjes altijd een beetje een rollade of zo. Omdat hij heel strak zit. Ik hou veel meer van die lossige dingen. Wel vind ik dat vierkante hoosje heel erg mooi. En aan de achterkant heeft hij dat ook. Dus dat vind ik wel echt super mooi. Voor stage is die gewoon prima. Ik zou hem bijvoorbeeld niet aantrekken met uitgaan of zo. Want daarvoor zit hij echt veel te benauwd om mijn lichaam heen. En voel ik me er niet zo chill in. Maar voor stage is dit prima. Dan nog iets roze. En dit ziet eruit als een rokje. Oké. Zou ik zelf misschien niet helemaal gekozen hebben. Oké, ik wist echt niet dat Miel dit leuk vond. Maar het is dus zo'n, hoe noem je dit? Plissé rokje volgens mij. Ik vind het op zich echt best wel een leuk rokje. Alleen had ik hem zelf misschien eerder in het zwart gekozen. Omdat dit maakt natuurlijk best wel kinderlijk. Ik wist ook helemaal niet dat Miel dit leuk vond. Joh, hij heeft hem in een XS gekozen trouwens. Ik weet toevallig dat Naked deze ook in het lange model heeft. Maar dit is dus het korte model. Zou die dan dit bij elkaar bedoelt? Ik hoop het niet. Denk ik niet. Maar het is in ieder geval dit rokje. Dit is denk ik het eerste item waarvan ik zoiets heb. Dit zou ik niet zelf gekozen hebben. Ik vind het op zich wel leuk. Maar oké, we gaan het straks wel zien bij de aanbeeld. Ik ga er verder niks over zeggen. Maar in ieder geval dit rokje. Dit is het rokje. En ik vind hem op zich nog best wel leuk. Stel nou dat ik hem met een gave zwarte hoodie zou combineren. En mijn Sandra Lars en een leer jasje. Maakt het hem denk ik nog best wel stoer. Een model vind ik in ieder geval gewoon echt heel erg leuk. Het is gewoon meer de kleur waar ik een beetje over twijfel. Maar op zich als je hem dus, wat ik net zoals zei, allemaal met zwarte stoere items combineert. Van die biker boots en zo. Dan kan die nog denk ik best wel leuk zijn met een leuk riempje eromheen of zo. Of natuurlijk gewoon van de zomer. Maar ja, ik vind hem op zich best wel leuk. Had ik hem zelf uitgekozen? Ik denk het niet. Maar ik vind dat hij het niet slecht heeft gedaan. En de maat zit ook weer gewoon perfect. En hij rekt ook lekker mee. Dus dat is chill. En er zit ook nog een onderrokje onder. Zodat hij niet doorschijnt als je hem aan hebt. Dus dat is deze. En dan alweer het laatste item. En dat is een beige item. Ik kan nog niet echt bedenken wat het kan zijn. Het is in ieder geval een mini dress. Maat 32. Oké, nieuw. Een mini dress. Leuk. Even kijken. Oké. Leuk jurkje op zich. Alleen het wordt nu natuurlijk herfst en winter. Dus ik weet niet wanneer die in gedachten had dat ik dit zou kunnen dragen. Maar op zich, leuk jurkje. Volgens mij is de bedoeling dat je dit zo eromheen slaat. En dan daar een strikje van maakt. Ik heb deze volgens mij toen ook bij Demi gezien. Die had hem in het wit. En zij kreeg hem aan de achterkant niet dicht. Dus ik hoop dat ik hem wel aan de achterkant dicht krijg. Ik vind hem er oprecht voor een 32 echt heel groot uitzien. Maar we gaan het allemaal beleven tijdens de aanbeelden. Ik denk dat ik deze twee dingen misschien niet zelf had gekozen. Maar die andere drie dingen zou ik sowieso zelf ook gekozen kunnen hebben. En dit rokje op zich ook wel. Maar dan had ik hem misschien in het zwart of zo gekozen. Maar goed, ik ga deze even aantrekken. En dan als laatste dit jurkje. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien. Maar die flappen hier aan de voorkant zijn gewoon echt veel te groot. Stel nou dat het wat minder stof was geweest en zo strak had gezeten. Had ik het echt nog wel een schattig jurkje gevonden. Met een leer jasje of zo eroverheen. Maar ja, dit ziet er gewoon echt niet uit. Hij past wel aan de achterkant gewoon dicht. Dus de maat is verder prima. Alleen er zit hier gewoon echt veel te veel stof. Maar goed, je kunt hem hier dus vastmaken met een strikje. En aan de achterkant gaat hij dicht met een rits. Ik weet niet of je dat goed kunt zien. Maar in ieder geval dit jurkje. Ik vind hem best wel schattig. Alleen hij is gewoon veel te groot. Dus op zich had hij leuk kunnen zijn. Maar helaas. Dit was dan een Naked Shop vlog. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Hij is denk ik best wel kort geworden. Want het waren natuurlijk maar 5 items. En ja, heel veel over 5 items kan je niet vertellen. Maar ik vond het toch heel erg leuk om deze video op te nemen. Vond je het nou ook leuk dat Miel mijn items heeft uitgekozen? Laat het dan zeker achter in de reactie. Want dan kan ik het nog een keertje opnemen. En dan wel met Miel erbij. Dat hij het echt aan mij kan geven. En dat hij ook
eerste indruk krijgt van wat hij nou heeft uitgekozen. Lijkt me eigenlijk nog leuker. Maar voor deze keer komt dat helaas niet. Vergeet ook zeker niet de kortingscode te gebruiken die in de beschrijving staat. En heb je daar nog andere leuke ideeën voor video's, laat het dan zeker weten. Want ik wil vaker op vrijdag gaan uploaden. Dus alle ideetjes zijn welkom. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En dan zie ik jullie in de volgende video weer. Doei!